Want de fysio komt voor een check-up. Ik ga nu eerst Tissy uit de wei halen voor een poetsbeurt. Goed zo, braaf, super. Tijd voor de volgende. Qua trainingsmethode weer een beetje aan het switchen om te kijken van oké, kunnen we een stap verder in de training? Meer golf, meer cadans. Ja. Verder merk het draaien, het gewricht achter de oren, dat ze dat lastig vinden, dan zie je er een beetje compenseren. Ja. Ja, wat ik wil voorstellen is het stukje in de hals, dat ik dan nog merk, om dat te behandelen. Ja. En met name vooral op het strekken te richten, dat ze daar weer makkelijker kan kantelen. En nu is ze gewoon wat zachter en dat is gewoon heel erg positief. Dus hopelijk houden we deze stijgende lijn vast. Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben vrolijk, want het is bijna halverwege oktober en het is nog steeds zo mooi weer. Oh, heerlijk, genieten. Ik ben vandaag op stal, want de fysio komt voor een check-up. Dus spannende dag. Ik ben positief vandaag, maar voorzichtig zeg maar. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb in ieder geval vast de bakjes klaargemaakt voor de meisjes. En ik ga nu eerst Tissy uit de wei halen voor een poetsbeurt. En eventjes lekker om wat te eten. Tijd voor de volgende. Oh, kennen jullie dat, jongens, dat er zo'n stukje hooi in je oog vliegt? Oh. Auw. Baloo heb ik opgezadeld. Die wordt helemaal gek van de vliegen. Ik heb er al ingespreid met T-Dax. Dat doe ik nu weer iedere dag, maar het mag niet echt baten. Mijn T-Dax spray is ook bijna op en nu krijg je dus allemaal van die strepen op het lijf. Maar deze vliegen zijn echt insane. Ik had verteld natuurlijk dat de fysio zou komen. Die heb ik ook gevraagd om een stukje met de training mee te kijken. Want zoals ik in de vorige video vertelde, zijn we qua trainingsmethode weer een beetje aan het switchen. Om te kijken van oké, kunnen we een stap verder in de training of niet. Dus ik wilde heel graag zeker weten dat dat inderdaad mogelijk is. Dus hij kijkt vandaag mee. Daarom heb ik er dus vast opgezadeld en opgetuigd. En kan zij straks mooi eventjes meekijken. Daar beginnen we dan ook mee en daarna het consult. Dus ja, ik ga nu eerst longeren. En ik zal zorgen dat de camera een beetje in de buurt blijft. Zodat ik hopelijk wat stukjes kan filmen. Oh ja, en voor ik het vergeet te zeggen. De flex trainers die ik om heb. Die zijn niet van Bond. Alleen de buitenkantjes zijn van Bond. Want ik weet dat ik daar anders commentaar op krijg. Ja, dan gaat ze meer rennen. Maar merk je dat de linkerglop ook wat lastiger voor haar is? Nee. Dat verder niet. Ik denk er juist soms wel op te galopperen. Want
Meer golf, meer kadans. Ja. Mag ze weer draven? Nou, Baloo, de grote vriendin is er weer, Femke. Ze heeft net even meegekeken met de training, dus daarom is Baloo weer, ik weet niet of je het goed kan zien met beetje het nat. Licht. Ja, een beetje nat. We hebben meteen filmpjes gemaakt voor de dierenarts, want die moest ik nog toesturen. En nu is Femke er om, ik denk, Baloo heel blij te maken met een soort van massage. Dan gaan we eens even kijken wat ze nog kan vinden en of ze nog wat kan vinden en waar we wat mee kunnen. Ik ben heel benieuwd. Ja, vinden doe je uiteindelijk altijd wel wat, maar uiteindelijk is het altijd goed om te kijken waar het mee in relatie staat. Ja. Om te kijken wat we nog kunnen verbeteren. Ja. Ja, ik bedoel. Zo gezellig, hè? Ja. Lekker, Loe. Oh, ja, dat waren echte vliegen. Ik heb er, zoals je kan zien, al helemaal ingespreid, maar het mag echt niet baten. Dit zijn echt de ergste vliegen van het seizoen. Ja, de herfst is wat dat betreft zo sloom en prikkend. Ja. Zo, ik pak even mijn krukje. Ja. Goed zo. Maar merkte je zelf nog gevoeligheid naar poetsen rondom de rug, wat je de vorige keer merkte? Nee, ik heb er nu ook met zo'n massagegun elke keer lekker een beetje gemasseerd. Ja. Vindt ze echt heerlijk. En waar jij nu aan het drukken bent, dat was de vorige keer echt dat ze deed. Ja, ook met testen. Nu niet. Nee, goed zo. Dus ik ben benieuwd of dat bij jou dan nu anders is. Want jij drukt natuurlijk wel wat specifieker misschien. Ja, ik test nu vooral het gewricht op de zijwaartse beweging. En de vorige keer was er niet per se pijnlijk, maar ze had wel iets rondom de bespiering wat afweerspanning. Ja. Nu voel ik dan de spier af en daar reageerde ze toen wel op. En dat zie je nu eigenlijk niet. Nee. Hier ietsjes. Ik merk al dat er nog wat spanning zit, maar zeker niet zoals de vorige keer. Oké. Okay. Aan de andere kant. Zo. Dat is wel een goed teken eigenlijk dat ze zo relaxed is, want dan is ze gewoon oké met jou. Als in, dan zal ze ook weer wat makkelijker loslaten. De vorige keer ging het natuurlijk al beter, maar die keer daarvoor was ze wel echt op de hoede van hallo, wat ga jij doen met mijn lijf? Precies, dan was ze wel een stukje alerter. Ja, dat merk ik sowieso al met behandelen. Als je dan een paar keer bent geweest, dan dat ze dan vaak denk wel... Ze, oh ja. Oh, mijn liefheid. Oh, maar. Ik merk nu hier eigenlijk rechts iets meer spanning dan links. De vorige keer merkte ik eigenlijk vooral links dat ze daar meer spanning had. Ze wisselt weer. Ja. Zo. Ik merk nog wel met het strekken van het bekken. Dus ook wel, ik zat net ook iets op de bespiering, dat ze nog ietsjes wat reageert. Niet zozeer qua pijn in het gewricht, maar wel dat ze het oprekken wat lastiger vindt. Ja. Meer als de vorige keer? Nee, dat niet. Oké. Nee. Nu testen we dan vooral het strekken van de lendengewrichten en naar de borstwervels toe. En dat de eerste keer dat elkaar testen, vond ze dan ook wel moeilijk, maar toen reageerden ze daar ook wel iets meer op qua spierspanning. Mm-hmm. Nu gaat het dan wel beter, maar dat is nog wel stug. Ja. Ik verwacht het wel. En stug is niet helemaal lekker, maar het is niet dat ze... Dat is natuurlijk altijd, wij moeten dat beoordelen, maar ze reageert niet pijnlijk onder mijn hand. Nee. Waar ze vol met dat strekken vanuit het bekken, het komt niet pijnlijk over omdat ze eerder anders reageerde, maar je ziet toch wel een beetje dat ze van, dat is niet helemaal lekker. Ja. Goed zo. Ja, dat was hem dus. Dat voelt wel al echt beter. Het is vooral een beetje algehele afweerspanning, want je dan vroeger is dan altijd even zoeken van, is het nou van... Ja, er zat er eentje op de kaak. Oh, dat is ook niet pijnlijk. Ze heeft wel weer hele rustige oogjes als je dit zo doet. Nou, zo half in slaap. Ja. En wat dat betreft merk ik wel echt, ze reageert in ieder geval niet gevoelig in de gewrichten. Nee. Maar ik merk wel qua mobiliteit dat ze dat echt nog wel lastig vindt. Ja. Dat stukje achter de oren, maar ik merk ook gewoon puur qua aanraking dat ze dat... Dat kan inderdaad met de kaptoon te maken hebben of gewoon net een andere druk op haar hoofd. Ja. Verder merk ik het draaien in het gewricht achter de oren dat ze dat wat last vinden als ze hier een beetje compenseren. Ja. En het inbuigen, vooral vanaf dit punt, dan gaat ze wat meer draaien. Ja. Maar algeheel, mijn hand zit tussen. Vindt ze dat
gaat het wel echt makkelijker. Ja. En wat ik vooral een grote verandering vind, is dat ze hier veel zachter voelt. Ja. Dus al met al merk ik wel dat ze dit stuk vindt ze nog moeilijk qua mobiliteit. Ja. Maar de gevoeligheid in de bespiering, dat is echt erg afgenomen. Ja. Ze vindt dan het lastig het strekken van de lenden en het bekken beidezijds. Ja. Daar is dan wel iets afweerspanning. Ja. Maar het komt maar op mij over meer vanuit de bespiering dan in het gewrichtje zelf. Ja. Qua gevoeligheid dan. Verder merkte toen we net ook in beweging zagen dat ze die overgangen veel gecontroleerder doet. Ja. Maar als ze het wel last vindt, dan zie je wel dat ze nog wat meer opdrukken. Ja. Ja. En dan heeft ze nog wel de neiging om dit vast te willen zetten. Ja. Kijk, de bespiering, dat is er niet 1, 2, 3 aangetraind. Nee. Dat is gewoon echt tijd nodig, veel afwisselen. Ja. En ja, vooral weer opbouwen. Maar ik ben positief dat ze zich daar zeker niet verder op heeft vastzet. Dat voelt echt een stuk losser. Yes. Goed nieuws, Lou. Ja. Heb je er verder vragen over, of wat ik... Nee, ga je gang. Ja. Ja, wat ik wil voorstellen is het stukje in de hals, wat ik dan nog merk, om dat te behandelen. Ja. En met name vooral op het strekken te richten, dat ze daarmee makkelijker kan kantelen. Dat ja. ze makkelijker de schof kan liften en daarmee ook de buikspieren en de halsspieren goed kan aanspannen. Ja, perfect. Ja, vooral afwissen, dat is echt het belangrijkste. Zoals ja. ik al net het stukje meekeek. En dat kan dus ook al vanaf de grond, met de oefeningetjes ja. waar we het over hadden. Ja. Oh, mijn lieverd. Ik ga vast gapen. Het is oké. Ik ben weer thuis en mijn accu van mijn camera was leeg, dus ik kon jullie niet meer op stal bijpraten. Maar dat ga ik nu wel even doen. En zoals jullie aan mijn blije gezichtje kunnen zien, ben ik ontzettend blij. Femke kwam aan en ze heeft ze eerst een stukje meegekeken met het longeren zoals we dat nu doen. Ook mijn struggle met haar besproken wat betreft de bijzet veranderen en... Ja, was echt heel erg fijn om eventjes te kunnen sparren. Zij vindt dit inderdaad ook een goede manier, maar afwisseling is natuurlijk het beste. En ja, met bijzet, als je aan het longeren bent, is dat natuurlijk een beetje lastig. Maar onder het zadel kun je dat veel beter gaan oppakken door een beetje die hoofd-halshouding te gaan veranderen. Ze was eigenlijk positief wat betreft het longeerwerk. En daarna heeft ze natuurlijk helemaal afgevoeld. Dat hebben jullie als het goed gezien. En daarna heeft ze Baloo lekker behandeld. En Baloo is altijd heel erg duidelijk met dingen aangeven wat ze wel niet lekker vindt. Dus dat is altijd wel super leuk. Heel mooi ook om te zien hoe goed ze loslaat. En hoe fijn dat gaat zijn. Femke was erg tevreden wat betreft de spierspanning in haar lijf. Als in... Voorheen, toen we net de eerste keer bij Stefan waren geweest, kon je heel erg zien dat ze zich nog heel erg vasthield. En nu is ze gewoon wat zachter. En dat is gewoon heel erg positief. Dus hopelijk houden we deze stijgende lijn vast. Dat zou natuurlijk ontzettend fijn zijn. Ik mag in ieder geval, zoals jullie ook hebben kunnen zien, gaan opbouwen onder... Of tenminste, ik weet niet. Ja, ik denk dat dat wel verteld is. Ik mag gaan opbouwen onder het zadel. Heel erg fijn.
mocht eigenlijk zeg maar vorige week al starten onder het zadel, maar ik heb dat even uitgesteld tot deze controle, zodat ik het zeker weten wist. En zoals ik ook verteld heb, komt maandag dus de zadelmaker en dinsdag heb ik dressuurles gepland staan met Rosanne. Dus dat is wel allemaal een mooie aanvulling. En dat dressuurles hoeft niet meteen een uur intensief te zijn. Maar het is wel fijn om meteen vanaf begin 1 iemand te hebben die met je meekijkt. Dus ik zit even te kijken. Het is vandaag dinsdag. Ik denk dat ze woensdag, donderdag vrij krijgt. Dan pak ik haar vrijdag, zaterdag weer op. Ik denk 1 van de dagen onder het zadel. Dan heeft ze zondag weer vrij. En dan maandag met de zadelmaker. En dan dinsdag met Rosanne onder het zadel. Ik denk dat we zo een beetje heel voorzichtig en rustig gaan opbouwen. En een ander leuk nieuwtje is dan dat ik meerij bij Jill. Bij Jill and Friends in Voorde uit mijn hoofd. Ja, dat zeg ik goed. Dat is 26 oktober. Donderdag 26 oktober in Voorde. Het gaat over recht richten. En dat is natuurlijk echt zo perfect om daarmee te starten na dit hele revalidatietraject. Dus het kwam echt als geroepen. Ik rij eerst en daarna gaat Jill op Baloo. Dus dat is natuurlijk superleuk. Kaartjes zijn nog verkrijgbaar. Ik zal het linkje eventjes onder in mijn bio plaatsen. Dus leuk als jullie komen kijken. Ik kijk er ontzettend naar uit. Ik heb er heel erg zin in. Ik vind het super spannend. Maar ik... Ja, ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Voor nu ben ik nog even in de zevende hemel wat betreft het goede nieuws. Baloo is gewoon niet achteruit gegaan. Zelfs weer wat verbeterd ten opzichte van een paar weken terug. Dus er zitten gewoon hele kleine stapjes vooruit in. Wat natuurlijk echt fantastisch is. En ik had ook zeker niet verwacht dat het dat ze helemaal spierspanningvrij was, om maar zo te zeggen. Maar dat er in ieder geval vooruitgang in zit, ben ik al tevreden over. En dat ik weer wat nieuwe handvaten heb gekregen voor het longeren en voor het rijden straks en voor het afwisselen, ben ik ook gewoon heel blij om. Want dan weet je gewoon dat je op een goede weg zit en alles heeft gewoon tijd nodig om zijn weg te vinden. En dat had ik het ook over met het, wat betreft het longeren. Ik zei ook van, als ik het dus door de voorbenen heen doe en dan aan het bit vast, dus dan zeg maar aan de onderkant van de singel, had Rosanne al tegen mij gezegd, dan krijgt ze heel erg spanning boven op haar hoofd, achter de oren. Nou, dat was precies dat ze vandaag dus ook spanning had. Dus dat ik ook tegen Femke zei, ja kijk, dan komt dit dus weer daar vandaan. Dus het was goed dat ze daarmee in ieder geval de eerste weken comfortabel was, maar het is dus nu wel tijd om te gaan switchen. En misschien is het een optie om bijvoorbeeld 10 om 10 te doen. Dus 10 minuten met aan de zijkant en 10 minuten aan de onderkant. Of ja, zeg het maar. Maar in ieder geval heel veel switchen in hoofd-halshouding. Hoog, of tenminste hoog is een groot woord. Maar horizontaal en wat naar beneden. En wat uitschuiven en weer wat terug. Met tempowisselingen natuurlijk ook daarin gaan spelen. Dus het is gewoon genoeg werk weer aan de winkel. We kunnen weer heerlijk vooruit. En ik heb er zin in. En oh, ik kan gewoon niet wachten om verder op te bouwen. En ja, positief nieuws allemaal. Ik ben helemaal gelukkig, helemaal blij. Dus met dit positieve nieuws ga ik dan ook deze video afsluiten. Dus hartelijk dank voor het kijken. En ik zie jullie in een volgende video weer. Wellicht wel een rijvideo. Helemaal zin in. Excited. Nou, tot de volgende. Doei doei.